Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over het noordoosten van het land komen nog opklaringen voor. In de rest van het land hebben wolken al reeds de overhand. En begint ook wat regen het land in te trekken. Vanochtend in het noordoosten nog overwegend droog weer. In de rest van het land al een paar buien. Met temperaturen uiteenlopend van 14 graden in het zuidwesten. Tot 17 graden in het noordoosten. In de middag wordt het daar 20 graden. Met nog een enkel streepje voor zonneschijn. In de loop van de middag ook daar buien. En dan kan het gaan onweren. Temperaturen die zakken vanavond naar zo'n 13 graden in het noordoosten. Nog steeds kans op een klap onweer en verder klaart het van het zuidwesten uit langzaam, maar zeker een klein beetje op. Morgen eerst nog buien met flink wat bewolking. In de loop van de middag wordt het van het zuidwesten uit droger en begint het steeds vaker op te klaren. Temperatuur stokt bij gemiddeld zo'n 17 graden en waait een matige zuidwestenwind. Dan is het vrijdag op de meeste plaatsen zonnig, met in het noordoosten misschien nog wat restbewolking. 21 tot lokaal misschien 25 graden. Gemiddeld zitten we zo op een 2, 23 graden. Zaterdag 24 tot lokaal misschien wel 30 graden een eerste onweersbui in het zuidwesten, maar verder is het ook zaterdag nog droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.